Dank je, Tom. Goedenavond, dit is Studio Voetbal. Ja, er was nog eentje vandaag. Dat duurde een kwartier. Jij vindt het niet. Jij gelooft er niet van. Ja, oké. Het ziet er weer mooi uit. Het ziet er beter uit. In dit is het. Er is straks nog een blokje. Ja, bij het spel. Ja, dat was gewoon echt. En je zag hem ook. Niet nu. Niet nu. Niet nu. Gezien het feit dat ze nog schrijven, want dat was het duel om. Ja, ja, dat is wonderlijk. Dat wou je even zeggen. Want Groningen staat nu van de Groningen. Ja. Ging van de vooral laatste plaats naar de 16e. Nee, als dat komen, en dat komt dus. Nee, dat is dan een goede rol van Knoop. Nou, niet twee seizoenen. Ja, ook nog. Wat is dan de bepaalde leeftijd? Kijk, dus, ja, klopt. Dus lijkt hij weer los. Niet bij moeite. Is zeg maar, ja. En voor de rest. Ik weet niet of alles. Werd hij boven dat had ik ook. Dus. Had ik ook. De motor. Ja, ik denk. Heb jij, nee, ja, jij ook. Journalisten geheime documenten. Hij ontkende het. Je moet erom lachen, Rafael. Ja. Nee, ik ben blij dat je vanaf bent. Toch, zo kijk je toch? Wat hoor je mee zeggen? Ik zag het gisteren op Twitter. Ja. Nee, dat is... Nee, dat... Ja, maar goed, maar dan... Ja. Wat zeg je, Rafael? Nee. Rafael? Ja. Rafael van der Vaart. Ja. Ja. Nou ja, punten, ja, toch of niet? Ja, ja? Nee, dat bedoel ik niet. Zij bedoel. Ja. Arno. Ja, prima. Het is fake news. Ja, ja, hoe halen ze ook... wat je nu ziet... Oh. Bedoel. Dus ook al... Begrijpen daar? Ja, nee, gekloot is ook... begrijp ik ook wel. Nou... Dan kan je toch ook gewoon, nou dat... Kakt, hè, dat als... 2,5 euro. 500 euro. Ja? Ja. Ja, gaat Pierre lachen, maar is toch zo? Pierre? Nou, dat dacht ik wel, ja. Luc de Jong. Nou, Arno, zeg maar. Ja, hoe dit? Je voelt dat. Oké, klaar. Shitje trekken mag niet, maar shitje trekken mag niet. Heel fijn. Mede-teamgenoten. Dat niet... zei je net, ja, toch? Ja. Toch? Tot slot. Ja. Het is een leuke jongen. Leuk, vind je? Hartstikke leuke jongen, lijkt me.